en welkom weer bij dit nieuwe weekvlog. Weekvlog 45 inmiddels alweer. En daarbij de mededeling. 45? Ja, en er komt er nog maar eentje hierna. Want weekvlog 46 wordt het voorlopig laatste weekvlog. Want daarna ga ik mij voorbereiden op Vlogmas. Want ik ga natuurlijk niet en Vlogmas en weekvlogs maken. Daar hou ik helemaal 9 minuten tijd voor over. Het is gewoon niet te doen, ook in combinatie met mijn werk. Dus we gaan eerst maar eens even beginnen met weekvlog 45. Vandaag alweer lekker bezig geweest. Ik heb al wat gehaakt. Voornamelijk bezig houden met video's bewerken ook. Mijn vorige weekvlog helemaal geknutseld en geüpload. Daarna nog de video van mij en Dennis bewerkt en geüpload verborgen op mijn kanaal voor het kidspakket van september 18 voor in de kerstvakantie. Dus die staat in ieder geval al klaar. En dan moet ik dus alleen nog de beelden gaan knutselen van Creative Live, waar Dennis en ik gisteren zijn geweest bij september 18. En waarbij ik dus heb geholpen met de workshops. Dus ja, het gaat wat dat betreft gewoon weer lekker. Planning deze week is haaknaalden lappen van de kerstkool. 2 review video's nog opnemen van de haaknaalden sets die ik dus heb liggen. En voorbereidingen treffen voor een nieuwe september 18 video. Want ook die gaat er weer aankomen. Het december pakket. Die wordt aankomende week aangekondigd. Dus ook daar moet ik dan eventjes voor aan de bak. Dus genoeg te doen. En daarbij natuurlijk ook gewoon nog werken. Want dat gaat ook gewoon door. En we hebben weer een Houdini kat. Wil die staat weer buiten voor het raam op de bank. Ik weet niet zien of jullie hem daar ook kunnen zien in beeld. Nee, hij spreekt nog net van de bankje af. Maar die is dus ondanks alle gevangenisperikelen om de schutting toch weer weten te ontsnappen. Heb je dat nieuw al laten zien dan? Nee, nog niet. Nee. Ja, en? Hij zit daar wel weer. Ja, hij breekt gewoon weer lekker uit. En dan gaat hij dus leuk voor het raam staan van laat me naar binnen. Terwijl als je dat dus 's avonds doet, komt hij dus gewoon via de overkant. Via de overkapping dus gewoon weer de tuin in springen. Hè? Dan kan hij dat ten einde weer wel. Maar goed. Een nieuwe weekvlog. En uiteraard ook nog weer eventjes de oproep aan jullie om te abonneren op mijn kanaal. Want ik ben inmiddels ruim de 9800 abonnees over. Echt zo gaaf om te zien dat het nog steeds blijft groeien. En die 10.000 abonnees die komen steeds dichterbij. Echt. Het zou zo gaaf zijn als ik dat aan het eind van dit jaar behaald heb. Dus mocht je vaker mijn video's kijken, maar nog geen abonnee zijn, dan zou ik het heel erg tof vinden als je dus gaat abonneren op mijn kanaal. En des te eerder komen we bij de 10.000 abonnees en kan ik dus een grote giveaway gaan houden. En mocht je deze video leuk vinden, duimpje omhoog zou ik ook enorm waarderen, want dat vindt het algoritme van YouTube weer heel erg leuk. Want hoe meer duimpjes, hoe meer ik aanbevolen word op andere plekken ook. En dan gaan steeds meer mensen mijn kanaal ontdekken ook. En daarmee helpen jullie dus ook mijn kanaal lekker te laten groeien. En laat vooral ook eventjes lekker in de reactie weten wat je weer natuurlijk van dit vlog vond. Laat vooral ook lekker weten wat je allemaal doet tijdens het kijken van mijn vlog. Of je lekker op de bank zit niks te doen. Lekker met een kop koffie of een kop thee. Of dat je je brei of haakwerkje erbij hebt. Laat het vooral lekker weten en dan ga ik jullie dus sowieso veel plezier wensen met het kijken van dit weekvlog weer. Dennis is ook vandaag weer lekker bezig met de kaarsen. Het vorige weekvlog hebben jullie natuurlijk zijn nieuwe gezien. De staande kat. Want deze is net klaar denk ik, of niet? Ja, nou hij is nog niet helemaal klaar. Kijk, dit is dus de zittende kat. Maar hij heeft dus ook de staande katten inmiddels. Die is ook inmiddels weer aan het bijmaken. Kijk, dat kan ik nu laten zien. Deze mol is dus van de zittende kat en die mol is van de staande kat. En dan moet je dus met een klem werken. Waarom moet je met een klem? Waarom moet die klem erop? Dat, ja, als je dat los wordt, dat is helemaal open. Oh, dan gaat het ontbijt staan. Ja. Dus vandaar de klem erop om hem netjes te houden. Dat is, kijk, en dan komt hij er dus zo uit vandaan. Ja. Maar hij zit er dus zo in. Nu, zo. Ja, op zijn koppie. Ze zijn zo leuk. Ze doen het ook goed, hè? Ja, ze doen het zeker goed. Ik had natuurlijk even een voorraadje gemaakt eerst. Wat hebben we er nog? Ja, dit is de
Ik heb er dan nog 3 nu. Maar ik ben nu aan het maken, gewoon dat is op ja, niet alle kleuren. Die waren in trek, zwart wel. En dan moet ik heb nog 3 oranje te maken. Ja. En nog 2 donkergrijs. Ja, je hebt nog aardig wat werk voor de boeg. Ja. Je bestellingen. Ja, deze is straks wel klaar. Tenminste, over een aantal uur. Ja. Want dan moest ik alleen nog afvullen. En deze kan ik in 2 keer maken, die moet ik in 3 keer maken. Dus hoe bedoel je in 3 keer? Oh, met bijgieten bedoel je? Met bijgieten, ja. Want het gaat ja, zo... Je giet het dan in, ja. Laat je het stollen, prik je de gaatjes ja, in, prik je, weer gieten. Ja, precies, weer gieten. Maar als het, dit moet echt in 3, want anders dan gaat het niet. Het gaat zo raar, smal zo omhoog. Ja. Dus mij maakt niet uit. Ze zijn niet te makkelijk stom te maken wat dat betreft. Nee. Nou, die heb ik net een foutje van gemaakt die daar staan. Oh ja, de bollen. De bollen. In setjes. Ik denk, oh, ik doe even mijn setjes, maak ik een fotootje van voor op Facebook. Ja, dat is ook leuk. Blijven leuk. Ja. Dus laat ik de schutting even zien van hoe die. Oké. Okay. Ja. Wat ik gedaan heb. Goed, maar weer. Ja, lekker bezig dus zo vandaag. Ja, jij noemde dat op dat die weer is. Of ja, weer. Kijk, dit is dus allemaal nieuw weer. Dit is een gedeelte geweest, daar is een gedeelte, bla bla, maar dit was ook een gedeelte, maar vanaf hier daarheen, dat is allemaal nieuw. Ook het rest. Ja, en deze kant, dit is ook nieuw. Dit niet, dit was ook al een gedeelte geweest. Dit is een gedeelte geweest natuurlijk, maar daarachter aan de kant van de buren, ook allemaal spikes, want hij springt hier vandaan, over deze balk. Op de schutting van de buren. Ja. Maar ja, waar hij er nou weer uit is gegaan. Het zou me niks verbazen als hij er gewoon weer op springt hoor, op de schutting. Want dat die duivenpinnen hier toen op de regenton stonden, sprong hij er ook gewoon overheen. Ja, tussen, maar dan moet je toch hier springen zo. En dan precies hier. Dat is toch. Ja. Nou ja, goed. Hij vindt het waarschijnlijk erg lekker, die spijker in zijn buik. Ja, dus het heeft weer genoeg gekost, maar meneer. Kijk, zo ziet dus de tuin er ook een tijdje geen tuinupdate meer gedaan natuurlijk, omdat er niet echt veel meer te zien was. Maar... Okay, komen er klavertjes, er zijn nog wat leeuwenbekjes. Ja, zijn die er al wel op geweest? Ja, wel. Ja. Eigenlijk is alles wel uitgebloeid, maar komen er op sommige plekken ook weer nieuwe dingen bij. Ja, het is te warm, hè. Even kijken hoe zit het eigenlijk met deze, want die blijven een beetje. Hier kwamen toen opeens nieuwe knoppen in. Omdat het nog zo warm is. Maar ze groeien niet door, ze blijven erin hangen. Zie je dat? Ja. Het hoort helemaal niet nu om deze tijd, want ze hebben gebloeid en klaar. Maar omdat het te warm. Maar nu is het. Het was natuurlijk te warm. En nu wordt het toch langzaam maar een beetje. Net of ze stil blijven hangen. In. Want ik zie deze niet meer bloeien, eerlijk gezegd. Nee. Ze zitten wel allemaal. Het is wel apart. In winterslaap. Ja. 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 Ja, waar is onze munt? Die hebben we ook niet echt lekker gedaan, hè? Hé, die is hier. Ja, ik weet niet of dit erbij hoort of niet. Kijk, ik weet niet. Dit is de munt. Dit was de munt. Ja, maar kijk daaronder. Gedaan. Misschien. Oh, dit is gewoon onkruid. Dat is misschien vanuit de blossoms. Maar of dit dan volgend jaar weer opkomt, dat weet ik niet. We gaan het wel of zien. Of dat normaal is voor munt. Zo. We gaan het wel zien. Gaan we volgend jaar gewoon ook allemaal weer lekker filmen. Ja, er is nu verder dus niks actief in de tuin. Behalve dus Wil, die dus elke keer weet uit te breken. Maar goed, ik ga lekker aan de haak voor Karel's kerstkool. Lappen van vorig deel allemaal af. En ik was vorige week ook al begonnen met een lapje voor deze week die dus gaat komen. En dat was deze. En ik heb ook inmiddels lapje 2 af. Daar moet ik dus alleen de draadjes nog van wegwerken. En voor de andere 2 lappen ook alvast het beginnetje, het cirkeltje gemaakt. En dan moet ik nog maar 2 kleurtjes een lapje maken. En dan is dat klaar. Dus deze week in ieder geval ook alvast lekker klaar. De wijzigingen die ik erin gevonden had, die had ik al doorgestuurd. Ik ontdekte er wel een paar foutjes in. Dus ja... Een nieuwe week, dus ik ga jullie gewoon weer lekker meenemen. Ik geniet gewoon voor alles weer wat lekker aan bod gaat komen. En ja, we gaan wel weer zien wat deze week brengt.
Een goedemorgen op deze maandag. Ik ben nog niet zo heel erg lang wakker, dus vandaar dat ik misschien een beetje vreemd klink. Ik ben altijd nogal wat snotterig. En ik klink altijd een beetje schor als ik net wakker ben. Dus dat trekt later wel weer weg, dus maak jullie daar geen zorgen over. Ik heb gisteravond lekker al mijn lapjes afgerond van week 6 van de kerstkal. Een mooie witte, met dus een gouden ster in het midden. En een groene. En de rode had ik al klaar. En ook de gele had ik al klaar. Dus ik ben in ieder geval voor deze week al lekker klaar. Ik had ook gelijk een fotootje gemaakt, zodat ik die dus vanaf aankomende vrijdag op Facebook kan gaan zetten. En eventueel ook op Instagram, want dat doe ik ook echt elke keer op de groep van Carlos Atelier op Facebook dus. Daar laat ik het dan altijd zien. En ik ga nu lekker verder met week 7. Dus ik ben nog niet klaar. Ik ga nog eventjes lekker door. Dus dat ga ik vandaag alvast lekker opstarten. Vandaag ook eventjes een druk dagje voor de boeg. Dus er zal verder ook niet echt heel veel haaktijd zijn. Want we gaan gezamenlijk eventjes naar mijn moeder toe. Even een bakje doen. Misschien nog wat boodschappen doen. Daarna nog eventjes naar mijn schoonouders toe. Dus het is een gevuld dagje in ieder geval. Maar goed, we gaan wel zien hoe ver we vandaag gaan komen. Misschien dat ik tussendoor nog ergens iets van een video kan gaan bewerken. Want ik moet mijn unboxing video van de Novita Garis nog in elkaar zetten. En ik moet nog de beursdag video ook in elkaar zetten. En dan kan ik die in ieder geval gaan uploaden. En ergens deze week wil ik dus ook de review video's gaan opnemen van de haaknaalden sets die ik in het vorige week vlog heb laten zien die ik gekocht had. Dus in ieder geval genoeg plannen voor deze week. Maar we gaan wel weer zien wat deze week uiteindelijk allemaal qua werk gaat opleveren. Ik ga in ieder geval nu nog even lekker een kop koffie doen. Even een beetje verder wakker worden en deel 7 opstarten van de kerstkal. En dan gaan we verder wel zien wat de dag gaat brengen. Dus ik ga weer lekker aan de gang. Daar ben ik nog weer eventjes, want terwijl ik lekker bezig ben met week 7 van de kerstkal van Carlos Atelier, had ik lekker het podcast van Dutch Bull Diva aanstaan. En Dutch Bull Diva heeft een giveaway op haar kanaal. Echt ontzettend leuk. Want ze gaat een 12 Days of Christmas yarn box weggeven. Echt een ontzettende aanrader. Ik heb hem vorig jaar ook gekocht. En toen heb ik hem ook gebruikt in mijn vlogs. Ik heb toen een apart vlog nog opgenomen ook. Waarin ik het dus elke keer uitpakte. En het is echt een ontzettend leuk feestje om zo'n pakket ook in huis te hebben na de kerst. Want ik heb natuurlijk dit jaar mijn vlogmas. En na mijn vlogmas begon toen de 12 Days of Christmas yarnboxen van Dutch Bull Diva. En ze geeft dus nu een pakket weg. Echt zo ontzettend leuk. En in podcast nummer 100 gaat zij een winnaar bekendmaken. Momenteel heeft ze dus net nummer 98 geüpload. Dus over 2 weken ongeveer gaat ze een winnaar bekendmaken. Dus mocht jij een kansje willen gaan wagen om een 12 Days of Christmas yarnbox te gaan willen winnen van Dutch Bull Diva, ga dan eventjes naar haar kanaal. Abonneer je ook op haar kanaal. Ga eventjes die podcast luisteren. Linkje uiteraard onder in de beschrijving van deze video. En ga dan eventjes horen wat je ervoor moet doen om er eentje te kunnen gaan winnen. Echt een aanrader, want de 12 Days of Christmas yarnbox is echt een feestje ook om uit te pakken. Ik ga natuurlijk tijdens mijn vlogmas allemaal adventkalenders uitpakken. Maar ook de 12 Days of Yarn Christmas box van Dutch Bull Diva is gewoon echt ontzettend leuk om uit te pakken. Elke dag na kerst dus ook weer een pakketje uitpakken. En wat ik ook begrepen heb, komt er ook weer een patroontje bij. Net zoals vorig jaar. En het is ook echt heel erg leuk. Dus dan kun je ook gelijk aan de gang met je box en iets leuks gaan maken. Dus mocht je een kansje willen gaan wagen, ga naar het vlogje of het podcastje van Dutch Wool Diva. Linkje staat dus onder in de beschrijving van deze video.
Laat een reactie achter onder die video. Wel eerst natuurlijk eventjes de podcast luisteren om te horen wat je moet doen om eraan te voldoen om mee te kunnen gaan doen in de giveaway. Abonneer je ook op haar kanaal, want het zou ook echt super tof wezen als we gezamenlijk er ook eventjes voor kunnen zorgen dat ze de 1000 abonnees aantikt. Want daar gaat ze heel hard naartoe. En ik zou het heel tof vinden als ik haar dus daarmee ook nog eventjes een steuntje kan geven om die 1000 abonnees aan te tikken. Want dat gun ik er van harte. Echt ontzettend leuke podcast maakt ze. Dus ga gewoon eventjes naar haar kanaal. Abonneer op haar kanaal. Luister podcast 98 om te horen wat je moet doen voor de giveaway. En wie weet ben jij straks een van de gelukkige, of ben jij straks de gelukkige winnaar van de 12 Days of Christmas Yarn Box. En die wordt dus in podcast nummer 100 bekendgemaakt. Dus als je ook geabonneerd hebt op haar kanaal, druk dan ook even op het belletje. Want dan blijf je ook lekker op de hoogte van haar kanaal. Doe dat gewoon lekker bij elk kanaal waar je abonnee van bent. Want dan mis je dus helemaal niks. Maar ga dus ook eventjes naar achter je Agnes toe. Want het is echt de moeite waard om een kans te wagen op het pakket te winnen. Dus abonneer, luister het podcast, reageer onder de podcast op de voorwaarden die ze ervoor heeft opgesteld. En wie weet heb jij zo'n leuke box straks naar de kerst in huis. Een goedenavond op deze woensdagavond inmiddels alweer. Schrik niet, dan markeert voor de rest niks met mij. Maar ik ben net terug uit het zwembad vandaan en ik heb vandaag floatfit les gedaan. Ik ben kapot. En ik klink heel erg snotterig, maar dat komt door al dat chloorwater wat via mijn neus met bijholtes ingegaan is. Dus het is allemaal lekker doorgespoeld, maar daardoor lekker volg nu. Een beetje snotterig daardoor geworden. En echt een voorhoofd dat ik echt denk van nou, schuurpapier is er niks bij. Maar dat was echt een uitputtingsslag. Ik heb vorige week tijdens het zwemmen een float balance oefening gedaan. Nou, dat was al heftig, maar op zich redelijk te doen. Maar de float fit die ik dus vandaag gedaan heb, oh, vreselijk, zo zwaar. Het is eigenlijk, float fit houdt dus eigenlijk in, dat doe je in het zwembad. Er ligt er een bepaald soort mat, dat ding heeft in ieder geval een bepaalde naam ook. Daar moet je dus op gaan staan en allerlei oefeningen op uit gaan voeren. De float balance ben je vooral bezig met balansoefeningen. Nou, dat was al dramatisch de vorige keer dat ik echt zoiets had van, nou, dat is eenmalig, dit ga ik niet nog een keertje doen. Ik lag er meer naast omdat ik erop stond. Maar float fit, wow, dat is echt een complete workout op dat boot float mat geval. Echt, ik voel nu echt spieren op plekken dat ik echt dacht van, oh, dat is ook zo, daar heb je ook spieren zitten. Echt, vooral mijn bovenbenen voel ik heel erg. Mijn liezen voel ik ook echt enorm. Mijn onderrug, mijn schouders en de spieren in mijn bovenarmen, die voel ik echt enorm. We moesten onder andere dus bijvoorbeeld op die mat gaan staan en dan zo heen en weer gaan lopen schudden met je voeten. Dus dat je echt die golvende bewegingen maakte. We moesten squatten. Nou, maar die knieën van mij, dat is echt een drama. Omdat ik erg hypermobiel ben. En als ik dan door mijn hurken ga, dan hebben mijn knieën de neiging om heel erg naar binnen te gaan trekken. Dus jarenlang fysio voor gehad ook. Oefeningen ervoor gehad, die ik ook nog wel eens uitvoer. En mij is dus ook geleerd, als ik al ga squatten, moet ik mijn knieën dus naar buiten duwen. Rug extra recht houden, want mijn rug die is ook echt in allerlei bochten. Extreem hol en scoliose naar links, scoliose naar rechts. Dus het is echt een drama rug. Dus ik was echt met alles tegelijkertijd daar bezig. Probeer een balans te bewaren om niet van het ding af te storten. Ondertussen denk ik van, oh ja, knieën naar buiten duwen als ik ging squatten. Rug recht houden, want die voelde ik op een gegeven moment ook. En ondertussen dus ook nog je ademhaling in de gaten houden. Nou, op een gegeven moment had ik echt zoiets van, oh, dit gaat echt zo niet goed. Dan ben ik gewoon ook echt even plat op dat ding gaan liggen op mijn rug tijdens de buikspieroefening. En ik dacht, het zit mij wel even gescheten. Ik ga me nu eventjes volledig op de ademhaling richten. Want anders ga ik hier straks giga hyperventileren. Dus het was echt ontzettend heftig. En daarna konden eigenlijk ook nog wel gewoon banen zwemmen. Nou, ik denk dat ik twee keer heen en weer gezwommen ben. Op echt een slakkentempo in hetzelfde bad. Ik trek het gewoon echt niet meer. Dus ik ben redelijk gesloopt. Maar goed, ik heb het in ieder geval overleefd. Het was een workout van een half uur. Ik heb hem volgehouden, maar je moet dus niet vragen hoe. Maar het is me gelukt. Dus
Zo direct lekker even een warme douche en dan duik ik lekker mijn bed in. Lekker ontspannen. Dat, het end in the back, zoals we dat dan zeggen. Ondertussen ben ik nog steeds lekker bezig met week 7 van de kerstcall van Caro's Atelier. Dat schiet ook al aardig op. Ligt hier op tafel. Dus daar ben ik nog lekker mee bezig. En ja, daar richt ik me nu eigenlijk op. Want ja, ik wil hem gewoon klaar hebben voor Vlogmas gaat starten. Ik heb volgende week natuurlijk nog één keer een weekvlog. En dan ga ik dus tijdelijk stoppen met weekvlog. Omdat ik me dan al ga voorbereiden op dus de Vlogmas die heel december door gaat lopen. Dat moet hier het hele huis natuurlijk in kerststemming gebracht worden en dat soort dingen ook. Dus dat gaat ook apart gefilmd worden om daar een voorbereidende video voor te maken voor Vlogmas. Die voorbereidende video laat ik dus onder andere zien hoe het huis versierd wordt. Welke adventkalenders er allemaal gaan komen. Want ja, ik heb er sowieso dus nu Caro's Atelier, Wol met Verven. En dus die van Waterdrop heb ik. Dus het zijn er sowieso 3. Misschien dat er nog een 4 erbij komt, maar dat weet ik niet zeker. Maar dat ga ik in ieder geval in die voorbereidingsvideo laten zien aan jullie. Dat is dus voorbereiding op Vlogmas. En dan is het dus vanaf 1 december elke dag een vlog. Wat ik dus ga maken. En daar komt dus voornamelijk de adventkalender van Caro's Atelier aan bod. Want daar ga ik actief mee aan de gang. Het is weer een leuk haakproject. En ik weet er ook verder nog helemaal niks van. Dat is dus nog niet gedeeld met mij ook. Want ik weet net zoveel als wat jullie weten. Dus in principe gewoon niks. Het enige wat ik weet is wat ik van de site geplukt heb. En dat is dus dat we de tafel verder gaan aankleden. Het project van vorig jaar was natuurlijk een tafelloper die we gemaakt hadden. En een schort. De tafelloper die was met de mozaïek haaktechniek gedaan. Was best pittig, maar wel echt ontzettend leuk om te doen. Met uiteindelijk ook echt een heel mooi eindresultaat. Maar ook alles daarvan van vorig jaar, dat gaat ook weer in Vlogmas van dit jaar voorbij komen. Ook andere projecten van Vlogmas van 2 jaar terug zelfs. Want dit wordt de 3e keer al dat ik dus ook Vlogmas ga maken met dus ook de kalender van Caro's Atelier. En ook voor het eerste Vlogmasjaar komen de projecten weer gezellig voorbij. Die worden ook als decoratie weer opgehangen in huis of in de boom. Dus het is wel echt ontzettend leuk dus dat je de adventkalenders van Caro's Atelier gewoon echt de volgende kerst ook weer kunt gebruiken. En ik heb dus van de site begrepen dat we dus nog verder gaan met het aankleden van de tafel. Dus ik heb zomaar het vermoeden dat het misschien toch wel wat kleinere projectjes gaan zijn ook waar we aan gaan werken. Dus ook wel erg leuk. Maar Caro kennende gaat er ook waarschijnlijk wel weer een groot project in zitten waar we ook gedurende de hele tijd aan gewerkt gaat worden. Maar dat gaan we allemaal wel zien. Je kan je eventueel dus nu nog op gaan geven voor de adventkalender. Hij staat nog actief op de site. Uiteraard het linkje in de beschrijving ook. Mocht je het niet helemaal direct kunnen vinden, kun je dus het linkje van mij gaan gebruiken. Ze staan nog op de site. En wat ik begrepen heb is dus dat de kalenders volgens mij volgende week, eind volgende week, verzonden gaan worden. Zodat je hem dus in ieder geval voor de start op 1 december binnen hebt. En je krijgt dus dan ook elke dag vanaf 1 december dus via de mail het bestandje toegestuurd. Waarmee dus het, ja, het haakpatroontje gestuurd wordt naar je. En dan kun je dus lekker aan de gang gaan. Ja, en tijdens Vlogmas ga ik jullie daar dus ook gewoon lekker in meenemen. Ik ga gewoon lekker aan de gang met het haakproject van die dag. Ik laat uiteraard zien wat er in het pakketje van die dag zit. Want het zijn ook weer 24 pakketjes die onder de kerstboom gaan komen. Ik ga het gewoon ook allemaal weer uitpakken. Uiteraard mijn andere adventkalenders komen er ook bij aan bod. En ja, ik probeer er gewoon weer iets leuks van te maken dit jaar. Ook weer met Vlogmas. Dus wil je dat niet missen? Abonneer dus op mijn kanaal en druk dan ook eventjes op het belletje. Dan mis je helemaal niks. En mocht je nou geen idee hebben wat Vlogmas inhoudt. Ik heb 2 afspeellijsten op mijn kanaal staan. Vlogmas 2021 en Vlogmas 2020. Dan kan je daar eventueel wat video's van gaan kijken om een idee te krijgen van wat Vlogmas dus inhoudt. En daarbij kun je dus ook een beetje gaan kijken van wat de adventkalenders afgelopen 2 jaar van Caro's Atelier waren. Een beetje een idee van wat dat inhoudt. En dan kan je dus eventueel nog gaan besluiten om toch nog op de valreep mee te gaan doen.
Je kan gewoon het pakket kopen op de site van Carlos Atelier. En dat zeg ik, hij wordt waarschijnlijk eind volgende week wordt hij verstuurd. Zodat je hem in ieder geval voor 1 december in huis hebt. En dan krijg je dus vanaf 1 december elke dag een mailtje met het patroon van die dag. Daar staat ook in vermeld wat je gebruiken moet voor het patroontje. Gaandeweg de hele maand december met je uitpakken van je cadeautjes. Verzamel al je spulletjes ook voor alle projectjes die gaan komen ook. Dus ik vind het echt een aanrader. Ik ga het niet voor niets voor de derde keer doen. Samen met Carlos Atelier. Echt ontzettend leuk. Het is gewoon echt een feest. En het is gewoon echt zo leuk om elke dag een cadeautje uit te kunnen pakken. En daarmee aan de gang te gaan ook. Dus ik weet dat velen van jullie al een kalender aangeschaft hebben. Weet ik ook onder andere dus door alle mailtjes die ik krijg vanwege de commissie die ik dus krijg over jullie aankopen. En ik heb ook al velen van jullie gehoord dat jullie de adventkalender van Carlos Atelier gekocht hebben. Dus echt ontzettend leuk om te horen dat jullie er ook gewoon allemaal lekker mee gaan doen. En ik ga jullie gewoon tijdens Vlogmas daarin lekker weer meenemen. Mocht ik eventueel dan natuurlijk nog tegen dingetjes aanlopen of tips en trucs hebben of wat dan ook, neem ik dat ook in mijn Vlogmas mee. Want ook die vrijheid heb ik daarin. Daar geeft Caroline van Carlos Atelier me ook alle vrijheid in. En die staat echt open voor alle feedback ook. Dus dat gaat sowieso een feestje worden. Dus daar heb ik al heel veel zin in. Het wordt wel een hele drukke periode. Maar wel heel gezellig, heel leuk. Want ik weet dat er ook echt velen van jullie al enorm naar uitkijken naar Vlogmas. Dus ik ga mijn best in ieder geval weer doen om er iets leuks van te maken. En er gaat sowieso iets heel leuks voorbij komen ook. Maar daar ga ik verder nog lekker niks over vertellen. Dat gaan jullie sowieso ontdekken tijdens de voorbereidingsvideo die ik dus ga opnemen. Dat is de bedoeling dat die 30 november online gaat komen. Dus de dag voordat Vlogmas gaat starten. Dan komt gewoon echt alles in beeld wat tijdens Vlogmas ook aan bod gaat komen. Dus het is wel echt ontzettend leuk. Dus ja, ik heb er in ieder geval weer heel erg veel zin in. Had ik verder nog wat te melden? Eventjes als ambassadeur nog voor September 18 heb ik een leuke mededeling. En dat is niet zozeer vanuit September 18, maar dat komt ook weer uit Zijdewinkel vandaan. Want Sarah heeft dus natuurlijk meerdere bedrijfjes. Zijder, Zijdewinkel en September 18. Zit allemaal in hetzelfde pand, dezelfde eigenaresse. Ik heb natuurlijk afgelopen zaterdag ben ik bij hun op de beurs aanwezig geweest. En heb ik geassisteerd bij de workshops die ze gegeven hebben. En dat was een workshop met lontwol een deken breien met je armen. Echt een ontzettend leuke workshop om te geven. Maar ook gewoon echt ontzettend leuk om zelf te gaan doen. En ze hebben nu al een tijdje een actie lopen wat heet Gas uit Wol aan. En dat is een actie dat je op een hele leuke, met korting manier, een grote hoeveelheid lontwol kunt gaan kopen. En dat begint vanaf 2 kilo. Want met 2 kilo lontwol maak je dus al gewoon echt een heel leuk pleat om te breien. Wat we dus ook met de workshops gedaan hebben. En dat is gewoon echt een ontzettend leuke actie. En hoe meer pakketten je koopt, hoe hoger de korting begint te worden ook. Het is echt een hele leuk betaalbare prijs. En ja, nu ook met die energieprijzen die natuurlijk aan het stijgen zijn, weer er toch wel warmpjes bij zitten. Ik heb in mijn Walhalla heb ik mijn gebreide deken liggen ook. Want het is ooit ook een pakket geweest van September 18. En dat was echt een ontzettend groot succes. En nog steeds worden die pakketten ook gewoon echt los verkocht. Zeker ook naar de beurs worden die pakketten ook echt giga verkocht. En nu ook met de actie dus gas uit, vol aan, wordt het ook gewoon lekker verkocht. Je hebt ook echt enorm veel keuze uit verschillende kleuren allemaal. Maar het is echt een aanrader om te gaan doen. Je hoeft totaal geen ervaring te hebben met breien. Want ook tijdens de workshops op de Creative Life beurs waren er ook een aantal die echt 0,0 ervaring hadden met haken of breien. En die hebben dus uiteindelijk in iets meer dan een uurtje dus die deken weten te maken met hun armen. Het moeilijkste gedeelte van die hele deken is de opzet. En daarna is het gewoon echt gedacht op nul en gaan met die bananen. Het is echt ontzettend leuk om te doen. En met 2 kilo lontwol heb je dus eigenlijk al gewoon een leuk dekentje gemaakt. Ligt er ook aan hoeveel steken je gaat opzetten. Want je kan ook wat minder steken opzetten. Dan wordt hij heel erg lang en smal. Maar dan kun je hem dus bijvoorbeeld als bedloper gebruiken. Dan leg je bijvoorbeeld over je voetenend heen. En dan weet je gewoon je voeten warm te houden in bed ook. Mocht je meer steken opzetten, dan heb je gewoon een leuk
kleed wat je neer kan leggen of eventueel op de bank lekker onder kan kruipen. Het is echt ontzettend warm. Het is ook echt heel makkelijk qua onderhoud. Maar mocht je dus er eventueel interesse hebben, ik zet het linkje naar die pakketten ook eventjes in de beschrijving van deze video. Dus die vind je ook hieronder. Ik heb toen van dat pakket ook een aparte video uiteraard gemaakt als ambassadeur van September 18. Ook die video die zal ik eventjes linken, zodat jullie die kunnen gaan kijken. En erbij, als je dus het pakket koopt, krijg je het geschreven patroon erbij. Maar September 18 heeft ook nog een eigen YouTube kanaal. En op dat YouTube kanaal staat dus ook de tutorial voor hoe je die deken dus met je armen kunt gaan breien. Echt super handig. En er komen steeds meer tutorials op het YouTube kanaal van September 18. Van boxen die in het verleden dus al zijn gegeven of verkocht zijn aan de members. Want bij elke box zit ook altijd een instructievideo. En eens in de zoveel tijd doen ze een polletje plaatsen van wat voor video willen jullie online zien komen op ons kanaal. En er is het laatst, was het volgens mij, de kerstboom met lontwol. De tutorial ervan is ook online gekomen. Dus mocht je interesse hebben, pakketten zijn dus online verkrijgbaar. Linkje in de beschrijving. Je krijgt daar het geschreven patroontje bij. En mocht je het patroontje er niet helemaal uitkomen, dan kun je dus de online tutorial kijken op het kanaal van September 18. Het is echt ontzettend makkelijk. Dat zeg ik, je hebt er geen ervaring voor nodig met breien. Want je gebruikt alleen je armen. En het is alleen eventjes de opzet dat je denkt van hoe gaat het helemaal lekker. Dat is het meest lastige van die hele deken breien. Daarna is het gewoon verstand op nul en ga met die banaan. Het is echt zo lekker ontspannen. Dan ga je gewoon lekker op de bank zitten, Netflix aanzetten en hup, je gaat gewoon. En het is gewoon echt ontzettend lekker warm. Echt een aanrader. Dus mocht je daar interesse in hebben, ga gewoon eventjes in de beschrijving van deze video kijken en eventjes een kijkje nemen op de site. Ze hebben echt ontzettend veel kleurtjes in lontwol. Dus dat kan je gewoon lekker bestellen. En moet ik er wel eventjes bij vermelden, omdat er op dit moment onder andere door de bus ook echt ontzettend veel vraag is naar die lontwol voor die pakketten. Kan het wezen dat de levering iets langer op zich laat wachten, omdat het echt de deur uit vliegt. Het is echt ongelooflijk. Het is echt enorm populair. Dus dat als ambassadeur nog eventjes. Dat promoten is echt ontzettend leuk om te doen. Ik weet ook dat een aantal onder jullie fan spinners zijn. En dat jullie het echt enorm zonde vinden dat ik dus onder andere met de September 18 pakketten, met die lontwol, echt aan het macrameën ben, aan het breien ben, aan het haken ben en dat soort dingen. Dat jullie echt hebben zoiets van, oh, wat kan je er gaaf mee spinnen. Kan inderdaad, maar je kan zo ontzettend veel meer met lontwol. En home deco kan je er dus ook prima mee maken. En het is gewoon echt ontzettend leuk. En dat is ook echt het leuke aan het materiaal. Het gaat op een gegeven moment een beetje verfild. En dat geeft het gewoon echt helemaal een lekkere, robuuste uitstraling. En dat vind ik gewoon echt ontzettend leuk. Dus Maar ook voor de spinners, neem af en toe eventjes een kijkje op de site. Want ook geregeld hebben ze restantjes van lontwol wat ze in de sale doen. Dus dan kan je als spinner ook gewoon echt op een hele leuke, wat goedkopere manier aan je lontwol komen. En daar gewoon ook lekker mee gaan spinnen. Dus ook zelfs voor de spinners of de mensen die van veel te houden. Ga gewoon echt een keer een kijkje nemen op de site. Volg ze ook op Instagram, want daar wordt het ook regelmatig een update over gegeven. Dat is dus echt niet alleen maar voor de hakers en de breiers. Ook voor de spinners en de filters. Echt een aanrader om daar een kijkje te gaan nemen. Want ze hebben echt ontzettend veel materialen ook. Dus genoeg promotiepraat. Ik heb Carlos Atelier gepromoot. Ik heb September 18 zijdewinkel gepromoot. Dus als ik daar niet achter sta, zou ik het ook niet doen. Ik ben nog steeds gewoon echt ontzettend blij met die samenwerkingen ook. En ik draag dat gewoon aan jullie over. Omdat ik er zelf gewoon echt heel erg happy van word. En ik hoop jullie er ook happy mee te maken. Dus doe ermee wat je wil. Ik deel het. Ik breng jullie ervan op de hoogte. Het is gewoon echt ontzettend leuk om te doen. Zowel de adventkalender van Carlos Atelier is echt een aanrader. Als dus bijvoorbeeld de lontwol van zijdewinkel September 18. Het is gewoon echt ontzettend fijn materiaal om mee te werken. En ook nu inderdaad met die stijgende energiekosten en dat soort dingen is het gewoon echt ontzettend leuk
om zo'n deken te breien, lekker op de bank neer te leggen om onderweg te kruipen of iets dergelijks. Dat echt een aanrader. En dat zeg ik, je hebt er geen ervaring voor nodig. De mensen die de workshop hebben gevolgd tijdens de beurs, die zijn ook echt allemaal dol en dol enthousiast. En ik heb ook begrepen dat echt vele van de deelnemers op de beurs inmiddels ook dus gewoon extra pakketten besteld hebben om dus nog meer van die dekens te kunnen gaan maken. Het is echt een heel groot succes. Dus ja, echt een aanrader. Ga het gewoon echt een keertje proberen. Het is echt ontzettend leuk om te doen. En ja, mocht je het niks vinden, je haalt het zo weer uit en dan ga je ermee spinnen. Dan kan je echt, ik weet niet hoeveel garen maken voor jezelf. En dan kan je er iets leuks mee haken of breien. Maar echt, het is echt een aanrader om dat een keer gewoon met lontwol te doen. En niet denken van, oh, lontwol is alleen maar te gebruiken voor bijvoorbeeld het spinnen of voor het filten. Je kan er dus nog vele andere dingen mee doen. En dat is gewoon echt het leuke. Gewoon echt out of the box denken. Lekker mee breien. Je kan ermee haken. Het is echt zo leuk om te doen. Dus doe ermee wat je wil. Ik ga nu lekker de douche opzoeken. Even al het chloor van me afspoelen. En dan duik ik lekker mijn bed in. Dan hoop ik dat ik morgen niet al te veel spierpijn heb. Want ik zit nu weer eventjes en ik heb zoiets van, oeh, ik begin mijn rug toch ook wel aardig te voelen. En mijn hand inmiddels ook. Want ik hou dus nu gewoon mijn camera in mijn hand vast. Dus ja, ik heb er genoeg loop kletsen. Ik ga voor vandaag weer sluiten. En ik geef jullie morgen dan wel weer eventjes een updateje hoe ik me voel. Hallo op deze inmiddels donderdag alweer. Er zit weer een werkdag op. Nog één te gaan en dan is het lekker weekend. En ik kwam weer leuk thuis. Want er was een pakketje afgeleverd waar ik helemaal happy van werd. En dat is namelijk deze doos. Een feestelijke kerstdoos. En dat is het adventkalenderpakket van Caro's Atelier. Ik heb hem binnen. Jee! En ik ga hem gewoon even wel openmaken. Ik ga uiteraard nog niks verder uitpakken. Dat gebeurt, zoals ik gisteren al zei, natuurlijk tijdens Vlogmas. Maar ik had ook nog eventjes op de site van Caro's Atelier gekeken. En ik zag dat er dus nog maar echt een beperkt aantal pakketten beschikbaar is. Ze zijn druk bezig met het inpakken van de pakketten ook momenteel. En omdat ik hem natuurlijk met Vlogmas gebruik, is hij voor mij al toegestuurd. De pakketten gaan echt pas volgende week de deur uit. Maar er zijn er dus nog echt een beperkt aantal beschikbaar. Dus mocht je nog overwegen om een adventkalender aan te gaan schaffen van Caro's Atelier, moet je er echt snel bij zijn. Want als je nog een week gaat wachten, loop je het risico dus dat ze uitverkocht zijn. Dus wees er gewoon snel bij. Link je dus in de beschrijving van deze video. Dan kun je dus nog een pakket gaan bemachtigen. Want het eind komt echt in zicht. Oh. En het is echt weer net zoals vorig jaar. Allemaal verschillende pakketjes. Ik ga ze ook niet aanraken. Want ik wil dus ook gewoon nog steeds niet weten wat erin zit. Maar de welkomstbrief zit er ook weer bij. Kijk hoor. De verwijzing naar de Facebookgroep van Caro's Atelier staat erop. En dan ook dat ze het erg leuk vinden als je foto's laat zien van het proces of het eindresultaat. Dat kun je dus doen op de Facebookgroep van Caro's Atelier of via Instagram door hun te volgen op Caro's Atelier. En gebruik te maken van Caro's Atelier Adventkalender 2022. Allemaal weer pakketjes. Kijk of ik hem een klein beetje kan kantelen. Kijk, een beetje een idee hoe het er dus uitziet. Voor elke dag een pakketje, wat we dus elke dag open gaan maken. Ik ga ze verder lekker niet aanraken. En mijn ervaring leert inmiddels ook dat het pakket niet alleen bestaat uit bolletjes garen om het project mee te gaan maken wat we gaan maken, of projectjes die we gaan maken, maar dat er ook altijd nog wat leuke extraatjes bij zitten. En dat is altijd in hetzelfde thema ook wat erbij past. Dus ik heb hem in ieder geval binnen.
En ik verwacht ook op een niet al te lange termijn de eerste patronen te gaan ontvangen daarvoor. Dat wordt ook mij op tijd toegestuurd. En daarbij ben ik dan ook weer een soort van eindtester. Mocht ik dus dan eventueel nog dingetjes ontdekken in het patroon wat niet helemaal klopt, geef ik dat ook gelijk door aan Caroline. En dan kan het ook dus nog snel aangepast worden in de patronen. Zodat dus uiteindelijk iedereen hopelijk een foutloos patroon toegestuurd gaat krijgen. Ja, hij is in ieder geval binnen voor mij. En mocht je hem dus eventueel nog willen, ga dan gauw naar de site van Caro's Atelier om er nog eentje te bemachtigen. Want er zijn dus echt nog maar een beperkt aantal beschikbaar. Ik was eventjes naar de site gegaan en ook bovenaan de site stond gelijk de melding ook van dat er dus nog maar een beperkt aantal beschikbaar is. Maar ja, ik heb hem in ieder geval en ik heb er echt ontzettend veel zin in om ermee te gaan beginnen. Maar ja, ik moet dus nog even wachten. Sowieso op de patronen. Maar ook omdat ik nog de kerstkal moet gaan afronden. Dus ja. Vlogmas komt echt steeds dichterbij. Beseft me eigenlijk ook nog niet zo heel erg. Want eigenlijk is het dus alleen volgende week nog. Dan is november in principe klaar. En dan gaan we dus echt de decemberperiode in. En dat betekent dus voor mij ook echt al die voorbereidingen treffen voor vlogmas. Nou, in ieder geval de adventkalenders, die zijn binnen. Nou moet ik dus alleen nog het hele huis in orde gaan brengen. Maar ja, dat gaat allemaal wel goed komen. Nog één vlog te gaan, één weekvlog. En dan is het dus met weekvlogs eventjes stil, omdat ik me dan volledig ga richten op de vlogmas. Ik heb er echt ontzettend veel zin in. En nu ook deze binnen is, begint het steeds meer te kriebelen. Dat ik echt denk van, oh, ik wil ermee aan de gang. Ik heb er zo onwijs veel zin in. En het gaat een hoop tijd energie kosten. Maar het is echt zo ontzettend leuk om te doen. Dus was in ieder geval weer een hele leuke thuiskomer. Ik ga me vandaag gewoon weer eventjes verder richten op de kerstcall van Caro's Atelier. Want daar heb ik eigenlijk de afgelopen dagen niet echt veel aan gedaan. Omdat ik met andere dingen bezig was. Niet op creatief gebied. Dus nog steeds ligt het project hier op tafel zonder dat ik er wat aan gedaan heb. Dus daar ga ik me nu gewoon lekker even op focussen. En ja, ik ben gewoon weer heel erg benieuwd hoe ver ik weet te komen vanavond. Oh, dat is trouwens een van de katten op tafel geweest, want mijn lappen liggen door de bar. Maar goed, komt ook wel weer goed. Ik ga eerst even lekker eten, want het is inmiddels alweer 17:15 in de avond. En dan ga ik mij lekker richten op de kerstkal verder. Dat ik er lekker mee aan de gang kan gaan. Dus ja. Vlogmas komt steeds dichterbij. Ik heb er echt heel veel zin in. Dus ja. Ik ga lekker eten. En dan lekker aan de haak. Hallo. Op deze inmiddels vrijdag late avond. Het weekend is begonnen en ik heb net lekker even gedoucht ook. Voor het eerst sinds een hele lange tijd na mijn werk ook weer eens een powernap gedaan. Want het was echt een hele ja, rare, vreemde, rommelige week deze week. Ik weet ook niet echt waar het door komt, maar het liep in ieder geval niet zoals wat ik had verwacht. Maar goed, kan je ook wel eens hebben en geen idee of het ook terug te zien is in dit vlog. Naar mijn idee is het een beetje een vreemd, raar, rommelig promotievlog geworden. Maar goed, het is niet anders. Kan af en toe gebeuren. Dennis heb ik eigenlijk deze week ook nagenoeg niet gezien. Vandaar dus dat hij eigenlijk ook niet echt veel voorkomt in dit vlog. Want ja, ik werk alleen nog maar overdag. En hij heeft de hele week avonddiensten gehad. Dus ja... Mekaar amper gezien, maar ja, hij is nu in ieder geval onderweg naar huis, dus ik zie hem straks in ieder geval wel dus. Houd je relatie ook lekker fris, zeggen ze dan. Maar dat zeg ik al met al. Gewoon een vreemde, rare, rommelige week. Waar ik niet echt de vinger op kan leggen wat daar de oorzaak in is, maar goed. Kan gebeuren. Ik denk ook niet dat ik nog veel meer ga vloggen voor deze week. Want het is morgen inmiddels alweer zaterdag natuurlijk. Morgen is Dennis één dag vrij. Dus ja, dan hopen we ook nog wel eventjes wat tijd aan elkaar te kunnen besteden natuurlijk. Dus ik moet ook nog video's bewerken. Onder andere dit weekvlog, de beursvideo, een unboxingvideo. Dus
genoeg werk voor de boeg voor het weekend. De plannen die ik had, die zijn dus uiteraard ook daardoor niet uitgepakt zoals ik wou. Review video's die ik op wou nemen, die zijn dus niet gebeurd. Het hakerde vlot ook niet echt enorm. Dus ja. Het is wat het is. Soms zit mee, soms zit tegen. Maar goed. Camburn, hè? Dus ja, aangezien er toch niet veel meer gaat komen en ik morgen dus waarschijnlijk ook best wat tijd achter de computer ga spenderen en misschien met Den nog even op stap ga en ook mijn September 80 video moet gaan opnemen, want die wordt morgen bekendgemaakt wat het pakket is, dus dan moet ik nog voor aan de gang ook. Heb ik zoiets van, ik ga dit weekvlog sluiten. Dus excuus als het een beetje een raar, vreemd, rommelig, promotieachtig vlog geworden is. Ja, zoals ik al zei, het was gewoon een vreemde week. Hopelijk aankomende week wel weer gewoon een beetje normaal. Maar dat gaan we ook wel weer zien. Volgende week dus, het vlog wat hierna gaat komen, is dus het voorlopig laatste weekvlog. Want dan ga ik me dus volop voorbereiden op Vlogmas. Dus geen weekvlogs dan, maar elke dag een apart vlogje. Dus mocht je dat niet willen missen, zorg ervoor dat je geabonneerd bent op mijn kanaal. Doe dat er eventjes op de abonneerknop te drukken. Kost helemaal niks, dus klik er vooral eventjes op. En ik ben inmiddels alweer hard onderweg naar de 2900. Of 29 naar de 9900. Het is nogal een verschil. Dus die 10.000 zit er echt op korte termijn hopelijk echt aan te komen. Dus ik hoop hem aan het eind van het jaar aan te tikken. Dus mocht je nog een abonnee zijn, maar wel vaker mijn video's kijken, klik vooral eventjes op de abonneerknop om abonnee te worden van mijn kanaal. Daar help je mij enorm mee. En misschien uiteindelijk ook jezelf, want bij de 10.000 abonnees gaat er dus een grote giveaway komen. Mocht je niks willen missen verder van mijn kanaal als abonnee, zorg er dan ook voor dat je even op het belletje geklikt hebt. Want dan krijg je in het vervolg ook nog een melding. En dan blijf je dus lekker op de hoogte van alles wat er gaat komen op mijn kanaal. En dan hoop ik voor nu eigenlijk dat jullie toch even goed veel plezier hebben gehad aan het kijken van dit weekvlog. Nogmaals mijn excuus als het een beetje een raar vreemd vlog geworden is. Maar ja, Camburn. En dan gaan we elkaar dus sowieso volgende week terugzien in het voorlopig laatste weekvlog. Na mijn vlogmas ga ik uiteraard wel weer opstarten met weekvlogs. Maar voor nu is het dus even voorlopig, of volgende week voorlopig eventjes de laatste. Dus ik wil u bedanken voor het kijken naar deze video, naar dit weekvlog. En dan gaan we elkaar dus sowieso volgende week terugzien. Of we zien elkaar vast en zeker in een van mijn vele andere video's. Dus dankjewel voor het kijken en tot volgende week. Doeg! Ook namens Grace. Doei! Ja! Doeg!